Hoe was het? Het was grotendeels teleurstellend. Hij wil niet extra geld uitgeven om de koopkracht te bevorderen. En dat is heel jammer, want als mensen geen geld kunnen uitgeven, groeit de economie ook niet. Als mensen niet kunnen leven en hun boodschappen niet kunnen betalen, groeit de economie ook niet. En daarvan zou je net kunnen betalen. Dus het is eigenlijk een hele grote kloof tussen procedureel en menselijke behoeftes. Procedureel aan de regeringskant en wij mensen met menselijke behoeftes die in ons recht staan en door de overheid in de steek worden gelaten. Ja. Jullie waren met vijf vertegenwoordigers van de gele hesjes, allemaal jullie verhaal gedaan. Hoe werd erop gereageerd? Op zich welwillend, maar ja, dat is dan natuurlijk toch, ze doen hun best, maar het komt niet nader tot elkaar, omdat ze gewoon heel anders denken dan wij. En wij zitten met de gebakken peren en zij zitten nu veilig weer ergens anders te vergaderen met de lekkere maaltijd. En ik moet maar zien vanavond hoe ik aan mijn eten kom. Dus eigenlijk, jullie zijn niet echt dichter bij elkaar gekomen, zeg maar. Nou, wat wel heel mooi is, dat de burgemeester van Sittard is gebeld door de heer Knops. Omdat er een hele dringende situatie is met een van de gele hesjes daar. Die uit huis wordt gezet, onrechtmatig. En we hopen dat dat dan de impact heeft om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat is iets heel concreets. Het woonwagenbeleid, wat gemeenten moeten inwilligen, dat doen ze eigenlijk ook niet. Maar het ministerie is wel bezig om ze daar meer op te focussen, dat dat belangrijk wordt. En verder, de koopkracht is gewoon niet, er is gewoon niks aan bereikt. Helder, dankjewel. Dankjewel.